Hallo allemaal, ik ben Hanna. Misschien ken je mij wel van Zemermin Hanna. En ik ga jou vandaag meenemen naar een Get Ready With Me. Omdat ik een Make-A-Wish opdracht heb. Dat is een meisje die leukemie heeft. Het gaat gelukkig al een stukje beter met haar. En die heeft nog een wens om haar in het zonnetje te zetten. En ze wil heel graag een zeemermin worden. Dus ik mag die wens gaan vervullen. Echt super veel zin in. Maar ja, zoals je ziet ben ik lekker nog helemaal fresh. Net uit bed gekropen. En ik ga nu al mijn spullen pakken. Ik ga mijn make-up doen. Dus dan kan jij meekijken met wat er allemaal voor nodig is. Inmiddels komt de zon ook door. Dus dat is heel fijn. Eigenlijk zouden we, ja, echt super tof, maar het kan helaas niet doorgaan. Zouden we eerst op het strand ontmoeten. En dan lijkt het net alsof ik daar echt uit de branding, zeg maar uit het water kom. En daarna dan naar het zwembad. Maar het weer laat het toch niet helemaal toe. Maar nu schijnt de zon opeens, dus... Oeh, als dat zich nou volhoudt, wie weet. Fingers crossed. Maar goed. Make-upje. Waar ik altijd mee begin? Is een zonnebrand. Dan denk je, waarvoor heb je zonnebrand nodig? Want de zon schijnt nu net. Maar nee, deze is waterproof. Dus dat doe ik altijd onder mijn make-up. Eigenlijk doe ik bij normale dagelijkse make-up. Deze. Hé? Lekkere babywangetjes. Maar nu heb ik dat nog gewoon helemaal niet gedaan. Dus dan is dit eigenlijk een soort van crèmetje. Een dagcreme. Zo. Oh, ik krijg meteen... Oh, met die zon erbij en die geur. Oh, heerlijk. En dan gaan we lekker foundation opsmeren. Ondertussen is mijn was aan het draaien. Ik hoop niet dat je dit hoort, maar ja. Ja, je zou wel denken, waarom doe je nou nu het ook onder je pony? Dat doe ik eigenlijk, ik doe met mijn dagelijkse make-up doe ik eigenlijk helemaal geen foundation op. Maar je moet natuurlijk begrijpen, straks als ze onder water, dan gaat mijn haar natuurlijk zo. Concealer. Wat natuurlijk het allerbelangrijkste is. Niet in je ogen wrijven. Dat heb ik echt zo erg moeten leren. Boven water komen en het gewoon laten gaan in plaats van wrijven in je ogen. Lekker al die balletjes weer weggewerkt. Hoppakee. Dan ga ik nu mijn oogschaduwbasis doen. Deze die heb ik al jaren. Nou, natuurlijk wel weer heel vaak opnieuw gekocht. Maar... dit is gewoon de allerbeste, vind ik. Breng ik dan nu alvast aan. Omdat ik, als ik nu verder ga met de make-up, dat die er echt goed onder ligt. Want anders dan zitten er allemaal andere dingen tussen en zo. Want het is nu al een beetje dat hier eigenlijk al wat concealer zit. Die zon is alweer weg. Jammer hè, heel jammer. Oh, dat doe ik met de Stay Matte van Rimmel. Oh, dit zie je natuurlijk niet. Zo. Eigenlijk doe ik gewoon heel snel. Op een gewone, normale, doordeweekse dag. Dan kies ik gewoon een van de drie. Dan check ik een beetje wat voor soort kleren heb ik aan. Dus dan begin ik met deze. En dan doe ik die een beetje hier. Zo. En dan doe ik deze... Een beetje juist meer hier. En dan doe ik dus die. Deze roze. Doe ik meer op de appeltjes van mijn wangen. Zo. Nou, poef.
Dat is natuurlijk heel wat, dus we gaan het een beetje nog wel uitblenden. En wat ik dan altijd nog doe, is ja, wat er nog gewoon op mijn kwast zit. Over mijn neus en dan dus hieronder. De wenkbrauwen. En dan doe ik eerst ja, gewoon deze van de HEMA. Laat ik dat opdrogen. En dan ga ik daarna nog wat meer tekenen. Maar dan heb ik hier in ieder geval alvast een beetje een goede basis. En dan weet ik ook waar er dan nog gaten zijn. Natuurlijke vorm te houden. Want als ik het andersom doe, dan kan ik nog wel eens lekker een dikke grote wenkbrauw doen. Dan gaan we denk ik naar de oogschaduw. Juppie, het leukste. Heel soms, dan heb ik een filmpje gekeken van tevoren. Of dan kom ik dat ergens voorbij bij mijn Instagram of zo. En ik, oh, is leuk, dat onthoud ik. En dan ga ik daar een beetje op door. Dus dan laat ik me daardoor inspireren. Helaas heb ik dat nu niet. Dat had ik wel even kunnen doen. Misschien iets kunnen opzoeken. Nou, ondertussen heb ik even lekker een koffietje gemaakt. Met mijn mooie mok Nan. Mijn nichtjes die noemen me Nan, Tante Nan. En ik heb nog even gekeken op Instagram. Maar ik werd niet helemaal geïnspireerd. Dus ik laat gewoon lekker mijn eigen creativiteit los. Altijd met wat kaneel erop. Oké, wat gaan we kiezen? Ik ga denk ik gewoon lekker eerst deze een beetje in de arcade boog doen. Ja, eigenlijk als ik mijn oogschaduw doe, wissel ik altijd af met. Ik heb hier een spiegel. Vandaar dat ik die kant op kijk. Kijk ik daarin en kijk ik dichterbij voor meer het precisiewerk. Maar ik wil ook vooral dat het van ver af klopt. Scherper. Ja. Deze. En dan ga ik met deze blauw. Ga ik hetzelfde doen, maar dan aan de buitenkant. Moet ik wel een beetje hetzelfde zijn. Dus dan kijk ik van verder weg. Want zo precies kan ik dan kan ik dat verschil niet goed zien. In ieder geval, ik spray er dan in. En dan kan ik daarmee mijn kwast. Ga ik gewoon zo mijn kwast nat maken. En dit is echt een heel mooi palet. Oh. En dan ga ik in deze paarse. Deze kleur. Ik even met deze paars. Ga ik even een beetje hier. Ja, dat is beter. Dan ga ik ze eventjes nog een beetje bij tekenen. Gucci. Ik heb een bepaald soort glitters nodig die nog in een tas zitten. Is dit, weet ik veel, iets leuks met glitters in ieder geval. En dan breng ik dat hier aan. Ga ik dat even blenden. Als een soort van highlighter. Maar ik heb dus echt de allermooiste combinatie gevonden. Oh, dat is zo magnetisch, hè? Oh, zo lekker.
En dan glim ik helemaal weg. Ik denk dat ik nog glitters deze. En die is altijd heel irritant om dan met mijn pink en dan die nagels. Nou ja. Mooi. Mijn favoriete day-to-day mascara is deze. Better Than Sex. Hij is bijna op en deze is niet waterproof. In het dagelijks leven heb ik geen waterproof mascara op. Vind ik bloedirritant. Maar hier natuurlijk wel. En ik heb heel veel tests gedaan. En toen ben ik uiteindelijk op een mascara uitgekomen. En toen heb ik daar, die heb ik jaren gebruikt. En toen ik daarna een mermaid Henna heb ontmoet. Henna Mermaid, eigenlijk moet ik het zo zeggen. Toen kreeg ik een briefje mee met allemaal dingen die zij gebruikt en hoe zij dingen aanpakt. En toen stond er dus deze vermeld. Nou, en sindsdien gebruik ik die. Waterproof mascara. Gadverdamme, wat een weer. En mijn band is lek. Oh, ik heb gewoon nog koffie hier. Oh, oh. Ik heb de key voor je eyeliner. Het is natuurlijk veel lekkerder om eerst je eyeliner te doen. En daarna pas je mascara. Maar ik doe het andersom. En dat is heel irritant, want je moet om je wimpers heen. Maar daardoor weet ik veel beter waar ik mijn eyeliner moet doen. Je ogen zijn namelijk verschillend. Hier heb ik een moedervlek en mijn crease loopt ook een beetje anders. Nou ja, met oogschaduw, omdat ik dan ook van wat meer een afstandje zeg maar doe, kan ik het wel een beetje recht trekken. Maar als ik dan eerst de eyeliner ga doen, dan zit ik heel erg met het moet hetzelfde zijn, hè? Je wilt dat het niet ongelijk is. Maar ja, je wimpers, die zitten er eigenlijk een soort van voor. Dus die bepalen eigenlijk jouw ogen hoe het uiteindelijk gaat staan. Dan heb ik wel eens gehad dat dan mijn eyeliner helemaal te veel omlaag of te veel omhoog of weet ik veel wat. Dus eigenlijk doe ik dat altijd andersom. Hoe doe ik dat nou? Ik kijk. Zo. Nee, oké. Ik kijk rechtdoor. En dan ga ik een soort van de meest wimper die een beetje hier aan de onderkant, zeg maar zo zit, van de zijkant. Die ga ik een soort van doordenken en achter de schaduw tekenen. Ik ga nu een schaduw tekenen van deze. Die. Daar ga ik nu de schaduw van tekenen. En doe ik de andere kant ook. En waarschijnlijk zijn die lijntjes nu helemaal anders van elkaar. Maar omdat het matcht met de mascara, lijkt het dus wel alsof het hetzelfde is. Nou, nu heb ik gewoon alleen maar een stom streepje getrokken. Nu ga ik het wel, omdat ik nu een soort van een guideline heb, kan ik hem nu verder mooi netjes maken. Dus ga ik hem dan, waar ik dan weer met mijn mascara heb gestempeld, die ga ik dan even invullen.
We zijn er. Oké, ik ga even mijn haar borstelen. Perfect krul. Andere lon. Ik heb nog een beauty hack trouwens. Als jij je lipstift op hebt gedaan en het komt op je tanden, moet je zo doen. Dan komt de lipstift komt op je vinger. Die dus te veel hier zit. En dan komt het niet meer op je tanden. Dan heb ik een mooie echte parelarmband. Dit zijn ook sieraden wat gewoon allemaal tegen het chloorwater kan. Nou, dat mag het dan zijn. Oké, ik ga even het diploma maken voor haar. Ijse heet ze. En dat is hier, diploma Z. En ik heb een beetje een soort van een eigen handschrift ontworpen. Een lopen der jaren en die gebruik ik. En dat is dan gewoon ja, een extra persoonlijke touch. Dat ze echt weten, dit is van de Zeemermin Hanna, want niemand doet het zo op die manier. Daar gaat hij. Oké, goed. Nu moet ik even al mijn spullen in de tas gaan doen. Dit is echt een hele oude tas. Maar ik kan er gewoon nog geen afscheid van nemen. Want vanaf het begin dat ik Zeemermin werk doe, doe ik altijd mijn spullen hierin. Handdoek met schone ondergoed. Dan hoop ik natuurlijk dat ik kan douchen. Dat is altijd maar de vraag. Want soms is er gewoon geen tijd of ruimte voor. Dus dan moet ik in een chloorbak naar huis. Echt top. Deo, borstel. Parfumetje om even bij te werken. Nou, die lipstift dus. En ik heb als het goed is nog glitters. Die wil ik dan altijd een beetje over mijn armen nog doen. Dan wat water om te drinken. Een banaantje voor als het nodig is. Dan mijn bril voor in de auto. Want anders dan kan ik niet goed kijken. Voor de liedjes, want we gaan ook nog wel liedjes zingen en zo. Mijn karretje staat hier al klaar. Voor als ik mijn telefoon wil aanraken. Ik had altijd eerst een waterproof telefoon. Maar dat heb ik nu niet meer. Dat vind ik wel chill. En portemonnee er dus bij. En dan hier natuurlijk mijn topje, mijn broekje. En dan mijn zeemerminnenstaart. En mijn vin neem ik apart mee. En dan de diploma. Volgens mij ben ik er dan. Hoppakee.